was de FIFA Bouncy. Vandaag doe ik na best wel weer een tijdje een keer een Ik Dead Show Team aflevering. Het is ook een serie die ik niet elke week doe. Ik doe het één keer per twee, soms één keer per drie weken, soms één keer per maand. Dus ik krijg best wel vaak comments. Zo blijf ik Dead Show Team. Nou, ik doe het niet heel vaak. Af en toe doe ik een keer een aflevering. Maar vandaag test ik wel een speciaal team. Want ik hou ervan om speciale teams te testen. Niet van die standaard Premier League of Serie A teams. Ik laat hem zo meteen aan jullie zien na de intro. Wil jij graag FIFA coins? Ja! Ga dan naar fifacoinsmarkt.nl. Okay. En gebruik de code BOUS voor ook nog eens een lekkere korting. Ik test vandaag het team van Hielke. Hij heeft een Amerikaans MLS team. In ieder geval, dat is de afkorting van de league in Amerika. En zo ziet zijn team eruit. Het is best wel een apart team als je er zo naar kijkt. Met drie zilveren spelers achterin. Ja, want volgens mij heb je in die competitie niet heel veel goede verdedigers. En op het middenveld Gerrard en Pirlo. Dat zijn sowieso twee toekomstige legends op FIFA. Net als Villa. Het zou me niks verbazen als hij vroeg of laat ook legend gaat worden. Hij was ziek pro. Sterker nog, zijn kaart op dit moment is ook ziek pro. Echt niet normaal nice. Maar op de een of andere manier is Gerrard gewoon 14.000 coins waard. Ik snap het echt niet. Aan het begin van FIFA was hij 1000 coins. En nu is hij gewoon 14.000 coins. Het zal misschien wel komen door squad builder challenges en zo. Maar dat is echt ziek veel. Helemaal omdat hij in een league speelt waar bijna niemand een team mee heeft. Maar ik ga natuurlijk twee potjes spelen met het team. Ik laat nog even wel de stats zien van deze spits. 93 snelheid, 87 dribbelen, 82 schieten en 81 fysiek. En dan 81 rated. Dat klopt toch niet? Zo'n speler moet minimaal op 88 of 89 rated zijn als je naar de stats kijkt. Maar ja, ik ben benieuwd hoe die gaat spelen. Ik zit trouwens wel te twijfelen of ik nou in divisie 3 moet gaan spelen of niet. Want ik doe het momenteel niet heel goed. En als ik met een nieuw team ga spelen waar ik nog nooit mee heb gespeeld, is de kans best wel aanwezig dat ik ga verliezen. En dat wil ik natuurlijk niet, want dan kan ik misschien degraderen. Maar YOLO! YOLO! Ik ga sowieso één potje proberen in divisie 3. Als dat goed gaat, doe ik er nog één. Als dat niet goed gaat, dan ga ik gewoon een vriendschappelijke wedstrijd doen. Oké, ik heb een tegenstander gevonden en hij heeft een team met alleen maar beesten. Wat de Weedy, Kanté en een sick verdediging en ook sick aanvallen. Nee, dit gaat ziek lastig worden. Ik heb drie zilveren verdedigers. Hoe moet ik Lacazette en Dembélé tegenhouden met zilveren verdedigers? Maar we zullen zien hoe het gaat. Ja, hier, eerste kans en schot. Oh ja, in de rebound. Kom op. Ja, wow. Ik sta gewoon 1-0 voor. In de derde. Ik doe zo, maar ik bedoel derde minuut. Holy shit, dit is best nice. Dat had ik absoluut niet verwacht toen ik net begon aan deze wedstrijd. Maar ik vind het natuurlijk nice. Maar nu moet ik wel zorgen dat ik deze stand vast ga houden. Want hij kan natuurlijk nog makkelijk terugkomen. Oh shit, nee. Oh, goed verdedigd. Holy shit, dat mijn verdediger die nog tegen kon houden. Dat had ik ook niet verwacht. Weet je, het speelt nog best chill dit team. Alleen begint mijn tegenstander wel steeds meer druk te zetten. En ik ga denk ik even op de counter spelen. Want zijn aanvallen zijn echt mega snel. In ieder geval sneller dan wat mijn verdedigers zijn. Nee. Oh, wat een mazzel. Oké, het is best wel een wonder dat ik nog 1-0 voor sta. Niet normaal. Nou, het is ondertussen rust. Ik heb qua kansen, ja, ietsjes minder. In ieder geval schoten en schoten op goal heb ik dan weer iets meer. Maar het gaat eigenlijk best wel gelijk op. Maar ik sta 1-0 voor en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En hopelijk kan ik dat de tweede helft vasthouden. Normaal vind ik slome spelers echt heel kut spelen. Maar op zich vind ik Gerrard en Pirlo best wel prima spelen. Ze kunnen echt ziek goed pasen. Je moet gewoon niet te veel met ze rennen. En dan gaat het prima. En gewoon andere mensen laten rennen die het wel kunnen. Zoals deze kerel. En oh, de keeper zat er net tussen, helaas. Ja, hier. Volgende kans per hoek. Oh nee, hoe krijgt hij hem open van zo dichtbij? Bim. En oh. Oh, wat een goal. Niemand anders kon dat natuurlijk dan ook Villa zijn. Echt niet normaal, wat een schot. Nou, Villa, volgende kans. En die moet zitten en die zit ook 3-0. Het gaat echt super lekker deze wedstrijd. Niet normaal. Als ik volgende wedstrijd ook zo speel, dan krijgt dit team een gigantisch hoog cijfer. Maar ja, dat kan ik nu natuurlijk nog niet weten. De scheids heeft afgefloten. Dat betekent dat ik gewoon 3-0 heb gewonnen. Wat een heerlijke wedstrijd was dit. Ik ga volgende wedstrijd dus ook gewoon in divisie 3 spelen. Aangezien ik dit team tot nu toe echt super chill vind spelen. Dan heb ik dus momenteel 6 punten in divisie 3. Ik heb nog 6 wedstrijden en ik hoef er met 2 te winnen. En ik blijf sowieso in divisie 3. Maar ik zou misschien nog wel kunnen denken aan promoveren. Moet ik volgende wedstrijd natuurlijk wel winnen. Dus dat is mijn doel. Volgende wedstrijd ook gewoon winnen. Nou, volgende tegenstander heeft niet eens een heel goed team.
Maar wel weer allemaal beesten. Gewoon van die goede spelers die niet zo duur zijn. Dus soms zijn dit soort spelers met dit soort beesten teams heel goed. Soms bakken ze er niks van. Ik weet niet of ik dit kan voorspellen. Ik hoop in ieder geval dat ik ga winnen. Oh, what the fuck. Dit is niet normaal. Hoe komt hij er nu al door? Ik ga zo meteen weer op de counter spelen, want dit is echt niet normaal. Hij heeft natuurlijk gigantisch snelle aanvallers en ik kwam daar best wel goed weg, maar de kans is nog niet voorbij nu wel, gelukkig. Oh, snap! Oh, snap! Die moet zitten en hij zit niet. Man. Wat? Hoe kan hij hem missen? Nee. Wat? Hoe kan die erin zitten? Het was best wel raar wat er vooraf ging, want Villa kreeg gewoon een overtreding tegen, maar dat zien jullie hier niet meer. Er was net iets daarvoor, maar dit is best wel balen. Ik sta 1-0 achter en dat is niet echt terecht, dus ik moet gewoon weer terugkomen. De scheids heeft afgefloten voor de eerste helft. Ik kijk naar de kansen. Het is echt onterecht dat ik achter sta. Ik heb meer balbezit, ik heb meer schoten en toch staan mijn tegenstander 1-0 voor. Maar ja, de wedstrijd is natuurlijk nog niet afgelopen, dus er kan nog van alles gebeuren. Nou, daar Villa met schot en weer zo'n knijterhard schot. Als hij in een hoekje was geweest, zat hij sowieso, maar helaas was hij recht op de keeper af. Wel nog een corner en... Oh, fuck nee, ah, helaas. Nou, het is ondertussen al bijna de 70ste minuut, dus ik ga even aanvallend spelen. Niet ultra aanvallend, gewoon aanvallend. Want om nog te kunnen winnen moet ik natuurlijk risico's nemen. Maar nog niet te veel. Want als ik 2-0 achter sta, dan is het sowieso voorbij. Dus ik moet geen goal tegen krijgen. En die krijg ik nu gelukkig ook niet. Ja, ja, ja. Het is eindelijk gelukt. Nice. Het staat weer gelijk en dat is super terecht. Oké, misschien kan ik nu nog zelf denken aan winnen. Nee. Oh, op de lat. Oké, wat fuck, dan kom ik heel goed weg. Maar ik ben nog steeds niet uit de problemen. Al nog steeds niet. Ik dacht yes, maar hij heeft hem niet. Oh, nu gelukkig wel. Het is de 90ste minuut ondertussen. Ik heb hier nog een aanval, maar mijn spelers zijn zo moe allemaal. Oh, als ik die bal kon pasen, stond ik bijna zo goed als 1-1. Maar ik heb nu nog een vrije trap. We gaan er gewoon voor. Dos Santos. Ah, nee. Iets te veel effect, helaas. En dan denk ik dat de scheids nu gaat affluiten. En dat doet hij inderdaad. Het is 1-1 geworden. Dus ik heb 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. En dat zijn prima uitslagen eigenlijk. Maar als je kijkt naar de kansen ook. Ik had deze wedstrijd eigenlijk ook moeten winnen. Maar het zit niet altijd mee. Maar dan is het nu natuurlijk tijd om de team te gaan beoordelen. Dan begin ik bij de keeper en de verdediging. Howard vond ik echt heel goed keepen. Voor een 84 rated keeper echt pro, maar zijn stats zijn ook niet normaal goed. Alles 80 plus behalve snelheid. Ja, geen één keeper heeft 80 plus snelheid. Dus dat is ook wel logisch. Echt best wel goede stats. Hij keept ook erg goed. En mijn verdediging vond ik verbazingwekkend nog vet goed spelen. Ik heb ook maar 1 goal tegengekregen in 2 wedstrijden. Dat is voor mij doen best wel goed. Dus de keeper en verdediging krijgt gewoon een 8,5 van mij. Dan gaan we door naar het middenveld. Normaal vind ik slome middenvelders echt niet chill spelen. Maar op de een of andere manier vond ik Pirlo en Gerrard en deze kerel best wel prima spelen. Ze kunnen gewoon heel goed dribbelen en pasen. En dat vind ik zo chill. Vooral het pasen. Gewoon tik, tik, tik en een steekpaasje op de snelle aanvallers. Het werkt gewoon perfect in dit team. Daarom krijgt het middenveld ook gewoon een 8,5 van mij. En dan tot slot de aanvallers. Ik tel Villa ook gewoon mee als aanvaller. Ik vind ze echt heerlijk spelen. Wat een chille aanval. Villa is echt niet normaal pro. Hij speelt echt heerlijk. Ik kan hem echt aanraden als centraal aanvallende middenvelder. En deze kerel ook goed gespeeld. Echt, zijn stats zijn ook niet normaal pro. En Dos Santos heeft ook prima gespeeld. Geen 1 keer gescoord, dat is wel jammer. Maar hij speelde gewoon prima. Dus de aanvallers krijgen gewoon een 9 van mij. Ik vond het team uiteindelijk super chill spelen. Echt boven verwachting goed. En dan tot slot de prijs-kwaliteit verhouding. Het is niet een heel goedkoop team. Dat komt vooral door Howard. Op de een of andere manier is hij gewoon 70k waard. Wat ik absoluut niet had verwacht. Aangezien hij een Amerikaan is en in een league speelt waar bijna niemand een team van heeft. En Villa is ook nog 40k. En Gerrard ook 15k of zo. Uiteindelijk, dit team kost ongeveer 150k. En ik denk dat de meeste van jullie dat na een tijdje sparen wel kunnen betalen. Maar de prijs-kwaliteit verhouding krijgt gewoon een 9 van mij. Want ik vind het op de een of andere manier echt super chill spelen. En voor 150k vind ik het echt een supergoed team. Maar dan was dit het voor deze verrassende aflevering van Ik Tezo Team. Wil je natuurlijk kans maken dat ik jouw team ook een keertje test? Laat hem dan beneden achter in de reacties. Vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te doen op dit filmpje. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar natuurlijk, tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken.
En mag je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bounce Army. Yeah!